10 jaar geleden was de grote aardbeving bij Huizingen die de hele provincie opschudde. Vandaag, een decennium na dato, start de actiemaand Respect voor Groningen. Met een fikse wandeling van Huizingen naar de stad, zo'n 23 kilometer. Georganiseerd door de Groningen Bodembeweging, het Gasberaad, Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP en Chris Garrit. Een maand lang wordt er actie gevoerd om te strijden voor een veilige en stressvrije leefomgeving voor alle Groningers. Naar aanleiding van de gaswinning, de daaruit voortkomende aardbevingen en de afhandeling van schade en herstel. De actiemaand bestaat naast de wandeling uit allerlei themabijeenkomsten waar eisen van Groningers worden verzameld. Die aan het eind van de maand worden gepresenteerd op de Grote Markt in Groningen. Wij pikten de wandelaars vandaag op bij de brug in Zuidwolde. Vlak voor de laatste etappe naar de binnenstad van Groningen. Dit is een belangrijke dag voor Groningen. Het was 10 jaar geleden dat natuurlijk die zware aardbeving in Huizingen was. En we hebben natuurlijk al 10 jaar al een overheid gezien die ons behoorlijk in de steek laat. En om dat te herdenken en om aandacht te vragen voor dit grote probleem, gaan we deze tocht doen. En vinden we het belangrijk dat mensen meelopen en dat we in ieder geval aandacht vragen voor dit onderwerp. Heftig natuurlijk, hè? 10 jaar sinds Huizingen. En eigenlijk is vooral het pijnlijkste dat het na 10 jaar nog steeds nodig is om in actie te komen. En dat zoveel duizenden Groningers nog steeds in diepe ellende zitten. Ja, dat doet pijn en daarom is actievoeren nog steeds nodig. Iemand die heeft een scheurtje in de muur, die krijgt het geld naar boven gemaakt. En als je mensen in diepe ellende zit, die zitten nog te wachten op geld of wat voor onderkomen ook. Dat vind ik echt schrijnend, dat de economie boven de mensen gaat. Misschien een beetje de vraag waar je niet op zit te wachten op zo'n dag. Ik ga me heel cynisch stellen. Denk je nou echt dat dit helpt? Ik weet zeker dat dit niet helpt. Maar ik weet ook zeker, als je niks doet, helpt het helemaal niet. Dus vandaar dat we gewoon wat gaan doen. Ondanks het zware onderwerp was de sfeer tijdens de wandeling goed. Mensen delen hun verhaal met je. We zijn natuurlijk toch optimistisch. En iedereen heeft er zin in, dat is duidelijk. Nou goed, ik ben niet zo'n wandelaar. Het zal nooit in mezelf opkomen om zo'n stuk te gaan wandelen. Maar toch vond ik het wel ontzettend leuk. Het was wel even, het is wel een pittige wandeling, 23 kilometer. Maar hartstikke succesvol zie ik het wel, zeker. Laatste stukje nog naar de Grote Markt, ga je dat volhouden? Ja, natuurlijk houden we dat vol. Maar kijk, wij houden dit wel vol en dit is makkelijk vol te houden. Maar die strijd die heel veel Groningers voeren, die is echt slopend. Een heel groot deel daarvan zie je niet. Die zit achter de voordeur of zelfs alleen maar in de kop. En dat is slopend. En dit valt reuze mee op een mooie dag een beetje door Groningen stiefelen. Dat is niet zo zwaar. De actiemaand duurt nog tot 16 september. Op respectvoorgroningen.nl is te zien wanneer de actiemomenten zijn gepland.